Fors omlaag moeten de uitgaven van de gemeente Eindhoven. En dan vooral de zorgkosten voor onder meer ouderen, gehandicapten en andere Eindhovenaren die ondersteuning of een uitkering nodig hebben. Want die zorgkosten liepen de afgelopen jaren veel te hoog op, waardoor de stad nu kampt met een tekort van 37 miljoen euro. Waar wij voor hebben gekozen is dat de zorg voorop staat voor mensen. Wij willen mensen de ondersteuning bieden die ze echt nodig hebben. En dat betekent dat wij ook ervoor gekozen hebben om niet te sturen op het geld is op, we gaan wachtlijsten creëren. Dat is een heel belangrijk politiek besluit geweest. Een keuze die wij in Eindhoven hebben gemaakt. Die maakt dat je dus ook wat minder beheersing op de kosten hebt. Onverantwoord en ernstig vinden de oppositiepartijen in de gemeenteraad de financiële situatie van Eindhoven. En hoe heeft het zo uit de klauwen kunnen lopen, vragen ze zich af. Het stadsbestuur steekt de hand deels in eigen boezem. Maar de oplopende kosten hebben ook andere oorzaken. Er zijn wel heel veel onzekere factoren. Wij hadden daar scherper op moeten zitten. Maar we merken dat heel veel gemeenten dit probleem ook hebben. Dus er ligt ook grote druk op het ministerie om echt daadwerkelijk meer middelen beschikbaar te stellen. We kijken naar onszelf, maar dat is niet de enige oorzaak. Nou ja, wat we nu zien is dat in het afgelopen jaar we eigenlijk veel meer mensen hebben ondersteund dan dat we van tevoren hadden verwacht. Dus dat bepaalt deels de overschrijdingen op de budgetten. Dat zit er puur in dat wij meer mensen hebben weten te bereiken die vragen hebben gesteld voor ondersteuning aan de gemeente. Minder specialistische zorg. Niet de beurs trekken voor dure zorg als die niet nodig is of niet geleverd wordt. Het college moet ingrijpen, dit jaar en volgend jaar, om de financiële problemen aan te pakken en erger te voorkomen. We kijken nu vooral voor het lopende jaar wat we nu kunnen bijstellen. Dus we hebben over de hele range van uitgaven gekeken. Wat is nu echt nodig en waarvan kunnen we zeggen is nu nog niet nodig. Kunnen we uitstellen of kunnen we misschien anders inrichten. En we zullen natuurlijk ook kijken naar alle ambities. Van nou, blijven die ook met elkaar in evenwicht? Moeten we hier wat een tandje meer en daar een tandje minder doen? Zodat het geheel sluitend is. Nou, waar we bijvoorbeeld naar kijken is als je zegt we willen de goede ondersteuning bieden die mensen nodig hebben. Hebben wij dan de goede producten daarvoor ingekocht? En wat we zien is dat je soms mensen hebt die een beroep doen op een zwaardere ondersteuning. Omdat er niet de goed passende ondersteuning is die aansluit bij hun vraag. Nou, waar we naar gaan kijken is hoe organiseer je nou dat we ook die dingen hebben die wel goed aansluiten bij de vraag. Nou, verder gaan we kijken van hebben wij nou de goede tarieven die passen bij datgene wat er geboden wordt aan ondersteuning. Een aantal oppositiepartijen in de gemeenteraad heeft er weinig vertrouwen in dat de problemen snel worden opgelost. De problemen zijn zo groot, zeggen ze, dat sommige wethouders zouden moeten opstappen. De wethouders zelf vinden van niet. Natuurlijk heb ik zelf ook kritisch gekeken van, goh, heb ik nou als wethouder de goede dingen gedaan in de tijd dat ik hier wethouder ben. Op dit moment denk ik dat als wij nu de boel lam zouden leggen, dan zou er niks meer gebeuren. Je moet altijd voor jezelf afwegen, wat kan ik voor mezelf verantwoorden, of ik het nog goed doe of niet goed doe. Ik vind dat ik die verantwoording voor mezelf nog goed kan afleggen. Ik denk dat het de stad en het bestuur ook niet helpt als er nu wethouders gaan aftreden of dat het hele college gaat aftreden. Het college heeft de ambitie om de zorg waar te maken, maar ook de ambitie dat als dat financieel slechter uitpakt dan we gedacht hadden, die problemen ook op te lossen. Nog voor de zomer gaat de gemeenteraad in debat over de financiële problemen.